Welkom bij De Hoogtepunten, de week waarin de saga rondom Gary Barlow tot een einde kwam. En we op zoek gingen naar een heerlijke vakantiebestemming voor Annemarie. En ik kreeg ook nog een heel lief cadeautje van jou. Veel plezier! En vergeet de klok niet een uur vooruit te zetten dit weekend. Oh, dat is dit weekend. We zijn er maandag gewoon wel om 6 uur. Maar niet dat je een uur te laat wakker wordt. Is dat dan om 6 uur eigenlijk 5 uur? Nee, zeg ik dat nou goed? Jij fietst überhaupt niet, hè, Mattie? Nee, ik fiets. Maar dit klinkt als een principe kwestie, maar dat is het helemaal niet. Maar heb jij een fiets? Nee, ik heb geen fiets in de garage staan of zo. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Gewoon omdat ik ook dingen te voet kan doen. Het leven gaat gewoon door zonder fiets. Maar welke Nederlander heeft geen fiets? Tom Dumoulin. Nee, ik ben daar toch heel erg verbaasd over. Ja, maar je blijft maar zo drukken. Waarom fiets je nooit? Ja, ik fiets gewoon nooit. En I'm not ashamed. Ik fiets nooit. Sterker nog, ik ga ook nooit meer fietsen. Maar wat doe je dan? Lopen, op de scooter, met de auto, alles. Nou, de komende minuten moet er een hoop duidelijk worden. Want eindelijk is het zover. Wij hebben, als het goed is, contact met de man waaraan wij zoveel vragen hebben. Gary Barlow? Good morning, it's Gary. Gary! Oh, straight on, are we? Our colleague here, Tom, friends of his aunt and uncle, found your tapes in your previous house. Tom, is there anything else that they found in Gary's house? Well, yeah, I mean, it were... Underwear? No. You know what? You may be answering a bigger question. We did a greatest hits album called Odyssey in 2019, and we had the job of going back to find all the old multi tracks of all the, and there was a period of kind of 98 to 2000 that just went completely missing. We couldn't find them anywhere, and I think you may have the answer for me. Wow. Zijn wij op zoek naar een vakantiebestemming. Pak jij je koffer maar alvast naar de vakantie. Gaat niet naar Spanje. Ja, we openen samen met jou even onze eigen reisbureau voor Annemarie. Ja, eigenlijk, Annemarie, heb jij een tijd geleden tegen ons gezegd... ik zeg nee tegen de Mediterranee. Je wil niet richting het zuiden? Nee, even een keer wat anders dan Spanje, Portugal, weet je wel. Griekenland, Italië. Ik begrijp het niet zo heel erg goed. Ja. Ik schiet mezelf ook eigenlijk in de voet. Want stiekem wil ik wel heel graag. Maar ja, ik wil even wat anders zien. Ja, wij denken ook allemaal... Annie, ga gewoon lekker naar Spanje. Ja. Zie je allemaal foto's van ons op zo'n lichtbedje... en dan zit jij in een kano in Zweden. Ja. Ja. Ik zou je zeggen, ik zit lekker op Ibiza hoor, met 33 graden aan de Cervezas. Ja. Moet iets opbiechten, wat? Oh. Ja, oh. Gisteravond gedaan. En mijn vakantie geboekt naar jouw favoriete eilandje Ibiza. Nee. Ja. Lekker. Nee. Ja. Nog nooit geweest. Oh, kijk, heerlijk. Stond het... gaat het, Annemarie, want je komt bijna klaar. Nee, ja, het was lekker. Ik mag niet naar Ibiza. Ik mag niet naar de Mediterranee. Nee, je mag niet naar de Mediterranee. Ik heb een verhaaltje gemaakt waar wat bekende jarigen uit de maand maart in verstopt zitten. Oké, leuk. Leuk. Ik ging op een Rob-trip naar het Brigitte Kaandorp. Er was grote paniek, want uit de dierentuin waren allemaal Bert van Leeuwen ontsnapt. En vliegt daar nu ook een struisvogel? Nee. Ik denk dat het een guusmeeuw is. Ja, wat? Gaat dat door, mevrouw? Wat een paniek. Ik moest me toch even achter de oren, Martijn Krabbe. Maar ik denk dat ik naar Lady, naar huis, Lady Gaga. Jammer, die laatste viel niet zo goed. Nou, die vorige ook al niet. Maar de piek zat echt in het begin. Ja, oké. Okay. Die laatste twee hadden gewoon niet gehoeven. Nee, is oké. Okay. Maand maart. Speltip 7, weet wanneer je moet stoppen. Huppelen. Ja. Nee. Zal ik zeggen dat er een kleine weddenschap loopt op de redactie? Ja, nou. De meerderheid van de redactie denkt dat Mattie niet kan huppelen. Jij wil natuurlijk nu dat ik opsta om te bewijzen of ik kan huppelen of niet. Ja. Je kent mijn rug op. Doe maar even niet. Een huppel. Schijt toch uit, man. Ach, kom op. Ach, hou op, man. Ach, wat doe je, de oude zeikerige... Wat is het nou voor... Oude zeikerige man. We werken toch niet in het circus? Huppelen. Wat is het voor radioprogramma? Hiervoor ben ik toch niet bij de radio gegaan? Toen laten zien of ik kan huppelen. Joe, hoe heb jij ingezet? 10 euro dat je het niet kan. Oké. Okay. Dan ga ik huppelen. Oké, nou, daar gaat hij. Ik vind het toch spannend. Oh, dat gaat hartstikke goed. Dat is een goede tred. Oh, het is echt een stripfiguur, huppel. Ik heb nu alweer spijt. Ik heb in jouw organisatorisch vermogen weer iets ontdekt... waarvan ik dacht, nou, ik ken dit niet. Het heeft mij al zo vaak uit de brand geholpen. Cadeautjeskast. Ja, waar cadeautjes in liggen die je kunt geven aan iemand... op het moment dat je stel of sprong opeens naar een verjaardag moet. Mariek, mag ik jou uitdagen om voor mij... stel, jij moet morgen 1 cadeau voor mij uit die cadeautjeskast trekken. Lieve Mattie... Zomaar even een cadeautje voor jou. We maken alweer bijna 5 jaar samen de ochtendshow. De vorige keer dat je bijna 5 jaar met iemand een ochtendshow maakte... kregen jullie ruzie.
ik weet niet welke afslag dit kaartje nu gaat nemen. Oh, ik lees maar gewoon verder. Dit slaapt nu een hele donkere weg in. Nee, komt gezellig. Komt goed. Misschien zeg ik het niet vaak genoeg tegen je. Dus voor de zekerheid nog even op een kaartje, dubbele punt. Met jou heb ik voor 10 uur 's ochtends vaak al meer gelachen dan iemand anders doet op een hele dag. Liefs, Marieke. Nou, straight from the heart, hè? Goed ingepakt. Hé, hey, wat lekker. Nou. Ja, dit vind ik echt heel lekker. Dat wist ik. Echt een goed flesje gin. Ik geloof bij deze, begin ik te geloven in die cadeautjeskast. Ik heb een ideetje. Stel nou dat wij hier een cadeautjeskast in de studio gaan zetten. Iedereen is verantwoordelijk voor 1 cadeau. Iedere dag kunnen we 1 cadeautje weggeven uit die kast. Leuk. Een goede vriend van mij, Dion, die is na lang studeren officieel afgestudeerd als advocaat. En hij stuurde mij een appje met daarin de vraag. Hij zegt, maat, heb je maandag wat te doen? Dan heb ik de uitreiking van mijn stageverklaring. Is om 5:30 bij een barretje in Breda. Is met een woordje en een borreltje hartstikke gezellig. Ik zeg, nou, daar ben ik bij. Uur van tevoren word ik gebeld door een andere vriend die daar ook heen ging. Die zegt, wat doe jij aan? Ik zeg, gewoon wat ik nu aan heb. Trui, spijkerbroekie, sneakertjes. Hij zegt, volgens mij is dit een stropdas-event. Ik zeg, nou, dat zal toch allemaal wel meevallen. Dus ik zeg, nou, ik ga dat niet doen. Ik draag nooit een stropdas. Ik ga geen stropdas omdoen. Mattie, het leek wel de fucking Tweede Kamer. Iedereen was in pak. Iedereen was in pak. Joh. Het was de meest officiële aangelegenheid die ik ooit heb bezocht. De orde van advocaten was aanwezig. Zo'n beetje alle advocatenkantoren van West-Brabant waren er. Er liep een kind van 4 rond met een stropdas. Ik was outdressed door een kleuter. De cowboylaarzen. Nee. Nee, ik heb geen cowboylaarzen. Staat mij ook niet. Ja, sommige mensen kunnen dat, die rocken dat stelsje. Een Ilse de Lange. Die zit natuurlijk helemaal in de country. Ja, nou ja, weet ik niet. Op zo is ze natuurlijk opgekomen. Maar ze loopt natuurlijk niet nog iedere dag toch op cowboylaarzen. Of is dat te veel zero's? Ja, ik vind dat een beetje zero's, Ilse de Lange. Komt niet binnen met een pistool en een hoed op, hoor. Kan je het verschil horen als je een blikje openmaakt, een blikje bier of een blikje frisdrank? Daar gaan we. Dit is frisdrank. Dit is bier. Nee, dit is frisdrank. Ja. Oh, knap. Ja, bier. Dat is bier, ja. Is goed. Nog 1 blikje doen. Frisdrank. Ik denk dat het bier is. Matti, je bent de koning van de blikjes. Het is bier. Wauw. Ja, leer mij bier kennen. En zou die dan ook nog het verschil tussen het blikje en de 1/2 liter kunnen herkennen? Alleen jij en zwervers houden van 1/2 liter. Nee, helemaal niet. Dat doet gewoon lekker. Nee, geen gezicht. Schat, is geen gezicht. Die 1/2 liters, echt waar. Stop erbij. Ik laat mij niet zo wegzetten met mijn 1/2 liter. 1/2 liter is een gast met dreadlocks en een smerige hond. Het onderste van het blik is altijd lauw. Er zijn genoeg mannen die nu luisteren. Die zijn ook bevriend met een 1/2 liter. Fuck you. Ja, dit is doorgaans slecht nieuws als je dit zo ziet staan. Het eindpunt, het eindstationnetje bereikt. Ja. Ook knap, want mensen hebben het ook uitgekeken. Waanzinnig. Waardevol. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wil bingen. Doe je daar. Abonneren. Doe je daar. Je kan ook nog helemaal terugkijken, moet je met dat balletje weer helemaal naar voren. Oh ja. Kan ook nog. En hoe zit het dan met de advertenties? Dat weet ik niet. Zie je achter tevoren. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.